slaasje zijn. Al lonkt ons haar wat grijzer, toch zal ons haar... Na zo'n dag ben ik wel een beetje moe, maar ik weet nog niet wat me te wachten staat. Maar ik vind het allemaal heel prettig, al die mensen die ik ken en die er tijd voor gemaakt hebben om zo laat nog te komen. Hoe je dat daar zit. Dag, jonge dame. Ze betekent voor mij heel veel. Een groot voorbeeld door haar leeftijd. Ik hoop dat ook te bereiken, dat ik ze nog mag optreden als ik oud ben. Ik heb Esther voor de eerste keer gezien in 1948. In Londen. Dan mocht ik voor de eerste keer alleen naar Londen. En ik zat op een dubbeldekbus. En we reden voorbij de Palladium. En daar hing een groot spandoek. En daar stond op The Voice of Belgium. La Esterella. En ik sprong recht in die bus en ik zei, look, she's from Belgium, me too. Gaat maar naar de coiffeur gedaan deze morgen, hè? Ja. Heb je vannacht goed geslapen, zo, de nacht voor je verjaardag? Heel slecht geslapen, ja. Ik heb prijssoep gegeten en ik heb veel moeten plassen. Ik heb er niet aan gedacht, maar het is me gebeurd. Alle 2 uur stond ik op deze nacht. De stad heeft altijd van die geweldige cadeaus. Hè? Oh, dat is een klokje. O, lieve vrouw. Maar dat is nu niet om de tijd af te tellen. Zit dat ergens op uw schouw? Ja, ja. Maar vooral veel naar buiten. Amuseer je overal. Ik kan overal een klok gebruiken. We hebben onze eerste pick-up verdiend door ons vader een LP van La Esterella te geven. Dan kon hij niet anders dan een pick-up te kopen. En ik denk dat elke Antwerpenaar zo'n aantal anekdotes heeft. Dus de manier waarop ze Onze Lieve Vrouw het horen bezongen heeft. En ook heel veel andere dingen trouwens. Maar het is echt een heel grote madame. Gezond, hè? Gezond met allemaal. Oh, dat vind ik plezant, hè? Dat is heel aangenaam, hè? Maar het is niet de eerste keer dat ik door een burgemeester wordt uitgenodigd. De eerste was Bob Koos, en dan Leonard de Thierge en nu meneer Patrick Janssens. Hè? Ja, ja. Wat ik altijd zo fantastisch in haar vond, en dat heb ik nu ook nog als directeur van de opera, is dat zij iemand is die in het zogenaamde lichte genre met een volle stem zingt. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Minskol, dinskol, alla wakra, flikkerskol. Dat is te zeggen, op mijn gezondheid, op uw gezondheid en op de gezondheid van alle mooie meisjes. Wakra is mooi en flikker is meisjes. Ja, in het Zweeds. En in het Russisch is het nadrovenje. Veel korter, hè. Strak meiden mag je zo mijn glas drinken. En did it my way. Niet te zat, hè. La Esterella was van plan om nog heel lang op haar manier door te gaan. Gisteren is in LA het lang verwachte vervolg op de animatiefilm Shrek in première gegaan.